Na de wedstrijd Zwolle-Babberich scoort 3-1 winst. Nou, het verhaal van de laatste weken was een sterke eerste helft, wat mindere tweede helft. Vandaag leek het ook weer een beetje het verhaal. Ja, ik denk dat we eerst zelf heel erg gedomineerd hebben. Babberich die iets terugzakte, eigenlijk ons aan de bal liet. Ik denk dat we goede keuzes hebben gemaakt. Waar hele goede mogelijkheden gehad hebben, waar we ook vanuit trainen. Vanuit de zijkanten, spitsen inspelen, mensen eronder. Alleen ja, het leidde niet tot doelpunten. Scoor je denk ik op een heel belangrijk moment die 1-0. Een goede goal. Daarna komt de tweede helft. Kom je heel goed, vind ik, tweede helft uit. Alleen iets minder, je kwam meer in duels. Nou, dat wou Babberich ook. Ik vind dat we daardoor niet zo heel veel hebben weggegeven. Alleen ja, het was wel in voetballend opzicht iets minder. Dan 2-0, dan lijkt de wedstrijd klaar. Vrij snel volgt dan de 2-1 en dan lijkt er even een onrustige fase aan te breken. Ja, kijk, de jongens hebben natuurlijk... Het is niet zo dat ze zoals vorig jaar van hun zelfvertrouwen echt heel erg zelfverzekerd spelen. Ik bedoel, we hebben natuurlijk ook een paar klappen gehad dit seizoen. Waar we niet verdiend hadden om te verliezen of gelijk te spelen. En dat neem je natuurlijk altijd mee in je achterhoofd. Alleen ik vind wel... ik heb nooit het gevoel gehad, ook niet bij de 2-1, dat je de wedstrijd uit handen zou geven. Na 3-1 is het ook over, denk ik. Zijn we beetje bij beetje aan de betere hand? Nou, ik vind dat we gewoon de laatste week eigenlijk al een stuk beter voetballen. Het veld was heel moeizaam. Mensen van de treincommissie hebben er wel alles aan gedaan om zo goed mogelijk speel klaar te krijgen. Nou ja, goed, dat maakt het spel van ons niet beter. Dus vorige week was tegen Grol op kunstgras was een stuk beter. Alleen, ja, ze moeten in alle omstandigheden kunnen voetballen. En dat is een cliché, maar dat is gewoon zo. En ik vind dat we er vandaag heel goed mee om zijn gegaan. Maar over één ding, Scott, denk ik dat we het wel eens kunnen zijn. Ze volgen vandaag de terechte winnaar. Ja, vind ik wel. Ik vind heel dominant gespeeld. Heel veel kansen gecreëerd. Moeilijke situaties een paar gehad waar we goed in gehandeld hebben. En ja, als je kijkt, ook, en dat zei ik net eigenlijk ook al. Als je kijkt naar de jongens zoals Nick Huiting, die hebben alles gespeeld tot nu toe. En je kijkt naar Wesley Althoff, die ook toch wel regelmatig gespeeld heeft. Een paar keer op de bank nu. Dat is niet makkelijk voor die gasten. En dat begrijp je als trainer wel. Alleen je wil ze ook laten spelen. Maar als ik zie hoe ze vandaag dan invallen. En de een is maar een kwartier en de ander is maar 20 minuten. Maar ze zijn wel doorslaggevend. Ook voor het succes van deze ploeg. En dat is denk ik waar we naartoe moeten. Dat het dat we als een team. En ik vond Babberich wat meer eilandjes. En wij hebben echt als een team deze overwinning gepakt. Oké, de weg omhoog is ingezet. Op naar Germania maar. Op naar Germania en dan een mooie winst opmaken. Balans opmaken waar we vinden dat we hadden moeten staan. En waar we staan. En vanuit daar doorwerken naar uiteindelijk naar de einddoelstelling. En dat is bij de eerste 4. Scott, bedankt. Graag gedaan.